Duidelijke verschillende commando hebt. Stop. Oh. Ik zei dat al tegen die mevrouw, dus net als dat je een marathon gaat rijden met paarden. Hè? Ja. Oh, moet ik tegenhangen of mee? Ja, oké, hou daar. Hou daar. Oké. Oké. En dan houden ze zelf in omdat het slechter is? Of? Nee, die honden die voelen zelf aan van nee, nou kunnen wij dit tempo lopen, dit kunnen we dit tempo lopen. Ja, ja. Oké. Nou ja, zij bovenop, het is toch vast plat omhoog. Met z'n tweeën zwaar gelopen, met z'n achter gebeurd. Ja. Nou, ze voelen het al, we gaan weer naar beneden zien. Ja, dan gaan ze weer lopen. Ja. Oké, kom! En hoe lang is zo'n trainingsrondje als je daar normaal... Als je hier omlaag zit, als je omlaag zit, dan 40 kilometer. Hoeveel? 40. Jeetje. Oké, en op! G! G! Oké. Goedie! Het is wel mooi hoor. Akino, let op! Ja, ik kan voor de rest niks, hè. Ik kan alleen maar zitten en mijn stem gebruiken. Ja, en hopen dat ze... Ja, maar ze, ik bedoel, je moet wel een band hebben, inderdaad. Oké, go! Oh. Ja, ik vind het gewoon machtig om te zien ook, maar daarom... ja, ging ik ook fotograferen en 2 jaar terug ook. Tjie! Ja, de beleving ook een de beetje. De beleving ja. En... Kijk, voor mij is dit... Ja, voor mij, ja, voor mij is het niet meer mooi of romantisch of... het is nou gewoon moeten. Ja, ja, ja. Je moet de energie kwijt. Ja. Voor mij is het geen lol meer aan om zand, water, blubber te happen de hele dag, de hele ochtend. Maar ik snap dat mensen natuurlijk meegaan. Ja, dat is van die mensen hun beleving. Oké. Maar veel grote teams zijn er ook niet meer in Nederland. Nee. Wow. Nou, laat je even rusten. Tot als ze zeg maar weer zelf aangeven. Van, ja, we kunnen wel weer. Ja, die staan gewoon echt te springen om te lopen. Ja. Oké, door. Kijk, als het nou een wedstrijd was en ik had de druk erop gelegd, dan was ze gewoon doorgegaan. Ja, ja. Ja. En die hond achter, die hebben we met 3 jaar, kwam niet terug, die was bij huis gezet. Ja, scheiding en dat probleem. Dus die heeft het niet helemaal meegekregen, zeg maar, de sport wat wij eigenlijk met onze eigen hond laten doen. Ja. Verder doortreden. Ja. En dan we nou al 7 kilometer hebben getreden.
Jeetje. Ja, dat gaat hard hoor. Oké. Fantastisch. Ja, ik vind het fascinerend. Oké, hou daar. Door. Auto, goed zo. Nou, geen idee of er iets op mijn GoPro staat, maar we zien het. Maar daar ging het niet om. God. Fantastisch. Volgens mij zijn mijn ogen bevroren. Dankjewel. Nou, mensen ziet het allemaal niet naartoe, hè, wat ik al zei. Maar nu staan ze aan de steekhout en houden ze in de gaten. Kijk hoe laat ik terug ben gekomen. Ja. En als die ton zeg maar na 20 minuten weer terug in de bek is gegaan, ja, dan heb ik een goede training gehad. Okay. Is het er eerder, dan hebben ze me voor de gek gehouden. Dan hadden ze meer gekund, ja ja. En als het later, dan ben ik te ver gegaan. Oké. En af en toe moet je wel eens, ook wel eens, hè, want op die wedstrijden, ja, denk toch nog hard natuurlijk hard, hè. Ja. Dan moet je ook af en toe door, hè, op die wedstrijd, ik heb het gehad, is elk team door de rode heen gegaan. Ja, je ja. Moet af en toe wel, om ze mentaal hard te maken, moet je ook eventjes dat ze doorheen gaan. De grenzen opzoeken, ja. En net na 2,5 kilometer, dan gaan ze door die verzuring heen. Dat is net zo bij een mens. En dat doet pijn. En hoe goed kan jouw hond, hoe graag wilt hij van jou die pijn ervaren? Ja.